family. En ik wil echt nog een keer op die moment leven. Before it was so difficult because I was always alone and I used to keep myself inside the room without talking to anybody. Moest ik vluchten naar Nederland en op dit moment moest ik weg van mijn familie. Ik dacht dat ik hier echt vrij ben of ik heel veel vrijheid heb, maar dat was het niet. This is the first time that as a group, as we are here now, we're working outside, I would say, with other people. So what I'd like to do, if we stand a little bit closer, is that we all come with a wish to each other about what's going to happen the next 1.5 hours. What do we wish to do? Connection. Okay, now that's going to happen. Okay! Wat voor manieren kun je reizen door je leven? Gewoon om even alle fantasie open te zetten. Dus ik heb er al twee genoemd, een snelweg en een boot. Maar wat zou je nog meer kunnen verzinnen? Dromen. Fietsen. Dromen. Dromen. Kruipend. Vliegen. Oké, zo. We hebben nu al heel veel manieren hoe je door het leven kunt gaan. Waar ik ook benieuwd naar ben is op wat voor wegen inderdaad zou je kunnen lopen, hè? Of kunnen kruipen. Asfalt, stijl omhoog. Stijl omhoog. Asfalt. Achtbaan. Zandweg. Achtbaan. Achtbaan. Bergen. Ik ga zo beide. Ravijnen. De lijn van ons eigen leven, de weg van ons eigen leven tekenen. Daar nemen we niet te veel tijd voor. Dat doen we heel intuïtief. We gebruiken dit als inspiratie en we proberen in zo'n 10 minuutjes iets op papier te zetten. We hebben hier pennen en we hebben krijt. Er zijn allerlei spullen die je kunt gebruiken. Om die weg van je leven te verbeelden. En we gaan dat doen om daar dadelijk iets met elkaar over te delen. Dus we gaan in kleine groepjes daarover praten. Zeg maar, zoek één moment op die weg, één moment op die journey, op die reis die je hebt gemaakt, waar je echt in je kracht stond, waar iets gebeurde wat je heeft laten groeien.
mijn leven was heel in rust, maar sinds ik. Je zegt een paar dagen. Ja, het ijs. Ronde 30 dacht ik, nou, ik moet verder. Niet vliegend, maar fietsend. Ik heb een auto en ga daar is goed, maar daar is moeilijk. Klein beetje ga door like this. En daar is gaan stoppen is een groot probleem. En achter dat ik ga is groot like mond. En daarna is ga door. Een paar jaar nog gestudeerd. Ja, dat is leuk. Alle anderen dat ook. Ik ben het wel mee eens inderdaad. Het is toch makkelijker om je verhaal te vertellen, ook al is het niet heel uitgebreid. Maar het is wel makkelijker om te zeggen. Nou ja, ik heb niet heel erg veel meegemaakt, dus. Daar lijkt het gewoon zo. Maar waarom heb je het idee dat je niet zoveel hebt meegemaakt? Wat heb je niet? Nee, alleen persoonlijk. Ja, persoonlijk thuis misschien, maar niet van buitenaf. Ik denk dat het heel veel verschilt per persoon, want sommige dingen hebben het heel persoonlijk. En sommigen hebben het meer met dingen die ze hebben meegemaakt, zoals waar vooral anderen veel invloed op hebben gehad. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Ik heb wel een lifeline gezien van andere twee mensen, dat ik heb veel iets meegemaakt, maar de mensen hier eigenlijk weten heel weinig, net als ons. We hebben veel ervaring en als we het tekenen op die papier, kan niet alles tekenen. En we hebben veel papier nodig om te tekenen. Wat heb ik meegemaakt, wat heb ik gezien, wat ik heb gedaan. Maar ik heb gezien dat mensen hier eigenlijk heel iets weinig meegemaakt. Ja. Dat lifeline eigenlijk is normaal. En onze lifeline is niet normaal. Ja. Als verbaasd van ik heb met Mandela University ongeveer in 10 weken, ja, 10 dinsdag line live gemaakt. En toen in einde dinsdag ik naar mijn line dag gekeken, ik heb gezien, oh, hoe blijf ik er staan? Ja. I learned that a lot of with my friend that they did really good struggle also. And they had a very nice time, and they had a very sad time also. It's like me, it's like everyone. Draaien we de duimen. En dan pakken we de duim van onze buurman en buurvrouw. Die moeten misschien niet naar binnen stappen. Pakken we de duim van onze buurvrouw en buurman. Klein duim, klein duim.